Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Ja, dus met Mike Verwij, maar die zit nog steeds niet bij ons in de studio. Had wel beloofd. Had het wel beloofd, ja. Te komen. Maar we nemen geen risico natuurlijk, hè? Want Mike moet in gezondheid en coronavrij hier straks weer in de studio zijn. Hij is natuurlijk net teruggevlogen. Dus wij voeren wat dat betreft een heel stringent beleid. Ja, ja. Jij hebt weinig vertrouwen in die vliegtuigen. Nou, ik moet wel zeggen, als je ergens corona oploopt, is het volgens mij in het vliegtuig, ja. Maar 57.000 net, las ik. Zo. Hè? Besmettingen. Ja. Ja, er was een storing, hè? Dat was nog niet eens het volledige aantal. Nee, okay. Nee. Maar vanaf het moment dat ik hoorde dat de KLM-crew niet getest het vliegtuig inging. En dat, dat er de afgelopen weken bij die crew nogal wat besmettingen waren. Toch besloten om vandaag maar thuis te blijven, Pim. Ja, ja, maar ja. Jij zit toch geen kwartier op minder dan 1,5 meter bij de crew van KLM? Daar weet je helemaal niks van. Nee, dat is ook een vraag. Maar volgende keer neemt die kibbeling mee, denk ik dan. Oh, ja, als hij weer in de studio is. Dat sowieso. Dat is al lang geleden. Hey Mike, verder. Nou, we zullen je even bijpraten met het nieuws van de laatste week. Over The Voice. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Ik heb het allemaal van afstand gevolgd. Ja. Ik moet zeggen, gisteren ook wel uitgebreid naar de reportage van Boos gekeken. Ja, onthullend. Ja. Ja, dat was het zeker, hè, Valentijn. Ja, ja, het is natuurlijk triest. Iedereen begint over die strafzaak en zo. En alles moet nog bewezen worden. Maar je ziet natuurlijk wel een bepaalde lijn, een bepaalde structuur. Het zijn gewoon predators natuurlijk, die heren. Maar als ik dan lees van Marco Borsato dat hij aan 14-jarige meisjes zit. Er hoeft voor mij geen strafzaak te komen. Alleen al... Dat hij daar aan zit en zonder dat hij misschien in staat van beschuldiging daarvoor wordt gesteld, omdat het gewoon heel moeilijk hard te maken is. Onbestaanbaar, ja. Ongelooflijk gewoon. Ja. En, ja, dan denk ik, ja, de normen en waarden en het fatsoen is totaal verdwenen bij dit soort mensen. Je had natuurlijk ook uiteindelijk dat interview met John de Mol bij Boos. En hij zei daarvan, nou, die machtsposities en en de positie van vrouwen ook, die heb je ook in andere werelden. Hij noemde geloof ik het bankenwezen, hè, zelf. Nou, dat is natuurlijk dat is overal ook de voetbalwereld? In de voetbalwereld, ja, ongetwijfeld ook. Ja. Ja. Nou ja, dat mensen bijvoorbeeld, ik zeg niet dat is gebeurd, maar wat ik me kan voorstellen, op het moment dat jij een jeugdspeler bent en je bent een veelbelovende jeugdspeler en je dreigt op een dood spoor te zitten en er gebeurt iets in die richting. Hè, het is natuurlijk, het gebeurt in de turnwereld, maar waarom zal het dan niet in de voetbalwereld gebeuren? Ja. Hè? Dus... Ik steek voor wat dat betreft voor geen enkele sport mijn handen in het vuur. Okay. Ook voor niemand. Nee. Ja, het is natuurlijk toch een zeer ernstig onderwerp, maar ik was er zo benieuwd naar. Maar Mike... Maar Pim, ja. Pim, je zit in de voetbalpodcast, hè? Niet dat je het idee hebt dat je met Jan Uriot of met Evert Santegoed zit. Nee, dat is ook alweer zo. Laten we het dan maar over voetbal hebben. Er is meer hebben. Dan voetbal, hè, Mike? Dat weten we toch. Dat is ook alweer zo. Maar kon jij in Curaçao een beetje tot rust komen? Of waren toch de hele tijd wel ontwikkelingen rondom Ajax, waardoor je toch je telefoon elke keer bij de hand moest houden natuurlijk? Ja, als je 13 weken, want dat moest ik van mijn volgers ongeveer geloven, dat ik 13 weken weg was geweest. Dat was niet zo. Maar als je ruim 2 weken weg bent, dan kom je wel lekker tot rust. Heerlijk 30 graden. Ja. Ja, echt een toptijd gehad. Ja, ja. En daarvoor natuurlijk, hoe heet dat ook weer? Wat jij ook iedere 2 weken doet. Compenseren daarvoor. Ja. Dus ja, die moet zo sharp als een knife. Moet die aanstaande zondag op de tribune zitten natuurlijk. Ja, Mike. Ja, dat lijkt een beetje maandag. Als die net zo scherp is als Ajax tegen SU Utrecht, dan dat belooft wat. Ja, en veel primeurs natuurlijk binnenhengelen de komende tijd. PSV Ajax, ik had het er met Valentijn al even over. Die verwacht, misschien de producer Heijn. Hadden we daar nou niet een jingle van als het gaat over Valentijn die voorspelt? Valentijn on fire, welkom in zijn koninkrijk. Valentijn on fire, maakt kick-off luisteraar heel rijk. Driessen on fire, door Lucas Moura steeds gekweld. Driessen on fire, Valentijn voorspelt. La 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 la. Ja la 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 la. Moura, die kan je rustig alleen voor de keeper zetten. Die scoort nooit. Een hat-trick van Lucas Moura.
is de knock-out voor Ajax. Sowieso hoor je genoeg, hè? Ja, nee, maar goed. In de video had je een voorspelling gedaan. En dat is natuurlijk voor de podcastluisteraars ook wel interessant. Ik heb heel veel over nagedacht tijdens de video. Die ongeveer een minuut of 10 duurde. Dus ik kom op 3-1. Heel overwogen. Ja, 1-3. Hoeveel goals van Brobbey ook alweer? Twee goals. Weer twee, ja. Ja. Dat zie je bij SC Utrecht hoe makkelijk het hem afging. En dat zegt niks over Brobbey, maar het zegt wel alles over de Eredivisie. Ja, maar... En over Mark van der Maro en... Frikje van der Hoorn. Oh, ja. Nee, Mike van der Hoorn. Ja, inderdaad. En over Dusan Tadic. Wat zeg je, Mike? En over Dusan Tadic. Die is ook wel heel erg panklaar neerlegd. Ja, de assist der koning. Maar goed, als je zo makkelijk scoort als een assist geeft... misschien ook net zo makkelijk in de Eredivisie, toch? Of niet? Ja, daarom. Het zegt alles over de Eredivisie. En wat denk jij, Mike, dat het gaat worden? Ja, ik denk dat Ajax het zichzelf een stuk makkelijker had kunnen maken... als ze gewoon... al een vervanger voor Neres hadden gehad. Maar ze, ja, ik denk dat ze daar kunnen winnen en gaan winnen. Ik houd op 1-2. 1-2, oké. Okay. Vervanger voor Neres? Nou, dat is ook een vraag die binnenkwam op... fijn dat Mike dat ook weer allemaal lekker twittert. Hè, dat we weer alle vragen binnenkrijgen. Ja, iemand vond het toch opmerkelijk. Neres is nu uiteindelijk naar Oekraïne. Hartstikke leuk natuurlijk. Veel plezier daar. Ja. En naar Shakhtar gegaan. Maar de vervanger is nog niet binnen. Maar de vervanger staat gewoon in het elftal. Ja, in de basis. Maar als je wat moet forceren, hè, dan mag je Neres toch vaak in. Ja, maar je kan toch Davy Klaas inbrengen. En dan kan Berghuis toch eventueel van rechts spelen. Ja, en je hebt Anthony, de beste speler van de Eredivisie ongeveer. Dus jij zegt het maakt niks uit. Ja, dat maakt nu op dit moment toch... Dit is toch niet waarom je met angsten en zweet richting Eindhoven trekt... omdat er geen vervanger is voor Neres. Nou ja, maar het is wel een speler met diepgang, hè, met snelheid. Nu moet je misschien, als je iets wil forceren, Darami inbrengen. Ja, die heeft ook wel snelheid en diepgang. Ja, alleen maar die kan niks forceren. Ja, die forceert zichzelf alleen niet voetballen. Waar, Mike? Dat is wel een probleem. Nou ja, ik zei het, heb je ook een keer een goed bruggetje, want... Ja, op de persconferentie ging het ook even over Bergwijn. Het mogelijke aantrekken van Bergwijn. En het opvallende is dat Erik ten Hag... tijdens een interview dat we met alle Ajax-watchers... begin december met hem hadden... heel duidelijk stelde... dat er pas iemand zou vertrekken als er een vervanger binnen... Of zo goed als binnen was. En dit is toch een beetje de omgekeerde volgorde. Maar ik ben het wel met Vaantijn eens. Neres was geen basisspeler. En ook zonder Neres kun je in Eindhoven winnen. Maar ja, Mike, wordt dat aan de andere kant? Kan dat misschien wel betekenen dat die vervanger die bijna binnen is, Moe Yataren is? Nou ja, dat zou kunnen. Maar mijn informatie is wel dat ze naast Moe Yataren ook nog naar een andere speler kijken. En dat was Bergwijn. Oeh. En of die binnenkomt, weet ik niet. Maar dan wordt er wel gekeken, want... Tijdens de persconferentie hield Erik ten Hag ook een slag om de arm. Ze kijken altijd naar kwaliteitsverbetering. Ze hebben hun ogen open. Alleen, ja, ze kijken ook naar de jeugd. Want een opvolger van Neres kan ook uit de jeugd komen. Maar dat was meer volgens mij om te voorkomen dat de verwachtingen gigantisch hoog zijn. Dat iedereen kijkt welke speler er wordt aangetrokken. Ja. En dat voor Ajax onverhoopt niet lukt. Ja, dan wordt er geroepen van je hebt helemaal niemand. Dan kunnen ze altijd nog zeggen, ja, maar we zetten nu in op de jeugd. Maar het lijkt erop dat de transfer die er toch wel leek aan te komen... nu een stuk onzekerder is geworden. Ja, leek aan te komen, dat is relatief. Kijk, 18 miljoen, het bod dat Ajax heeft gedaan, 15 miljoen pond, is gigantisch veel. Maar uit Spurs perspectief is dat helemaal niet veel. Die hebben Bergwijn destijds voor 30 miljoen van PSV gekocht. Dus dat geld willen ze in principe terug. En Ajax, ja... Kijk, Mark Overmars die heeft de hele tijd Theo van Dijk verboden. De commissaris als een blok aan zijn been gehad. En ja, nu lijkt hij toch wel een beetje in de houtgreep van de financieel directeur Suzanne Lendering te zitten. Mm-hmm. Ajax staat er financieel. En dat klinkt heel gek als je alle bedragen ziet die ze op de bank hebben en die ze in het verleden hebben verdiend. Maar ja, financieel toch wel een probleempje. Ja, maar hoezo dan? En, want Neres is natuurlijk ook weer, wat is het, de 12 oplopen tot 16 miljoen met doorverkooppercentages binnengekomen? Ja, dat is 12 miljoen en min of meer gegarandeerd 16. Want als Overmars bonussen afsluit, dan zijn dat bonussen die bijna niet te missen zijn. Mm-hmm. Dan moet je denken aan plaatsen voor de Champions League. Neres die zoveel wedstrijden heeft gespeeld, dus dat geld komt uiteindelijk wel binnen. En dat is nog een enorm bedrag, maar het zijn niet de bedragen... Die Frenkie, 86 miljoen. Matthijs de Ligt, 75 miljoen. Hakim Ziyech, 39 miljoen. Donny van der Beek, 39 miljoen opleverde. Dus die stroom lijkt wel een beetje opgedroogd.
hebben ze ook nog een hoop problemen. Ja, zeg maar vanwege corona. Het geld gaat er echt met bakken uit. Vorig jaar kwamen ze ook door een hele royale seizoenkaartregeling ongeveer 33 miljoen euro tekort. En dat lijkt dit jaar wel mee te vallen, omdat Ajax echt wel mazzel heeft met het speelschema. En maar 2 of 3 wedstrijden zonder publiek heeft waarschijnlijk. En tot december werd ook nog een deel gecompenseerd. Alleen, het kost wel geld. En Ajax heeft nog een derde probleem. En dat is dat Onana transfervrij de deur uitloopt. Mm. Mascarui normaal gesproken transfervrij de deur uitloopt. Danilo de deur uitloopt. Ja, en dan is er nog het hoofdpijndossier Tagliafico. Jezus man, wat een hoeveelheid heeft die Mike te vertellen nu die zo terugkomt van die vakantie. Ja, hij was uitgerust en dat blijkt wel. Ja, er valt geen lijn meer in te houden in die podcast. Want je geeft zoveel aanknopingspunten. Maar zo ook dan, ja, dat is mijn taak ook om dan de regie te pakken. Hè? Ja. Ja, ja. Dat zei Roelof Emmer, toch? Ja, dat zei Roelof Emmer, die podcastcoach die heeft gegeven. Ik bak er helemaal niks op. Maar ik kan wel een producer Hein vragen. Even een klein fragmentje van Stevie Wonder. Want Bergwijn die scoorde natuurlijk 2 tegen Leicester uit. In de 95ste en de 97ste minuut geloof ik. Maar dan had je wel eerder moeten ingrijpen. Want volgens mij hadden we het 3 kwartier geleden ongeveer over Bergwijn. Nee, huh? Maar goed, het ging uiteindelijk gaat die transfer door. Ja, ik kan Mike ook niet. Hij is hier niet, hè, dus ik kan hem ook niet de hele tijd afkappen. Nee, maar je moet gewoon zeggen, nu wil ik een antwoord op mijn vraag. Ja, nu wil ik een antwoord op mijn vraag. Maar er speelt het ook gewoon niet een rol dat hij zichzelf met die 2 goals zo belangrijk heeft gemaakt voor Tottenham. Dat ze hem gewoon niet meer willen laten gaan. Nou, ik denk dat het probleem al eerder daar was. Want Bergwijn verdient naar verluid 6 miljoen netto bij Spurs. En kijk, hij zal beseffen dat hij dat bij Ajax nooit kan verdienen. Maar bij de transfersom, die echt wel richting 22, 23 miljoen zou moeten lopen. En misschien wel 25, wat er ook wel gesuggereerd wordt in Engeland. Ja, met dat kapitale salaris van Bergwijn is dat een enorm probleem. Ja. Dan kun je zeggen dat hadden ze ook eerder kunnen voorzien. Dus hadden die pogingen niet hoeven wagen. Ik denk dat Ajax echt nog wel de hoop had dat naarmate de transfer deadline dichterbij zou komen, dat die prijs iets zou zakken. En dat er met dat salaris van Bergwijn ook nog wel iets te regelen viel. Want Bergwijn is gewoon in dit gesprek helemaal niet betrokken. Het management van Bergwijn heeft gezegd tegen Ajax, kom ik eerst maar uit met Spurs en dan gaan wij wel praten. Mm-hmm. Want 2 keer eerder is Bergwijn ook gek gemaakt met Ajax en heeft hij ook toegegeven of aangegeven dat hij daarvoor open stond. Ja, toen ging het niet door. Dus nu werd er gezegd van, ja, hij gaat niet voor de derde keer warm lopen voor Ajax. En dan weer horen dat het niet doorgaat. Ja. Ja. Dat is achteraf een slimme keuze geweest, want het lijkt weer niet door te gaan. Hey, en Mike, toch, want hij zit hier niet. En wij hebben elkaar nauwelijks gesproken voor de verandering. Maar Mike, zoals jij het net alles opzomt, dan lijkt het wel of Ajax eigenlijk een veel te grote broek aan heeft. En dat er inderdaad serieuze financiële problemen kunnen ontstaan als dit nog een tijdje zo duurt. Ja, daarom zei ik ook dat Overmars best wel in de houtgreep van de financieel directeur zit. En de komende week zal blijken hoe hij zich daaruit kan ontworstelen en of hij dat wil en de macht heeft om dat te doen. Maar ja, ik denk dat Ajax er niet aan moet denken om 1 of 2 jaar geen Champions League te hebben. Want dan zouden ze wel een serieus probleem kunnen hebben. Ja, ja. Hey, maar het doorschakelen, wie staat er dan op het lijstje als Bergwijn niet haalbaar blijkt? Ja, dat is de grote vraag. Ik heb wel begrepen dat als zo'n bericht komt en mensen zien Bergwijn dan ook 2 keer scoren. En dan kan Overmars telefoon beter een halve dag wegleggen. Want dan word ik uit alle windhoeken buitenspelers aangeboden. Ja, en wat plan B of C is, daar heb ik nu nog geen zicht op. Curaçao? Liep daar nog een leuke rechtsbuiten met een linkerbeen? Of, dat is natuurlijk wat ze graag willen, hè? Ja. Ik heb heel veel gedaan op Curaçao, helemaal geen voetbal gekeken. Heb niet gescout. Dat kan ik je niet verder vertellen. Hey, en dan doen we nog even 1 dingetje van de persco, want dat wilde je nog even benoemen. Ten Hag die liet zich uit over de situatie met Tagliafico. Gaat hij nou weg of blijft hij? Ja, dat is een hele interessante. Dat wordt binnen Ajax bestempeld als een enorme rotsituatie. Nicolas Tagliafico is een held binnen de club en vaak is het zo dat Ajax zegt als een speler in het verleden trouw is geweest, goed voor de club is geweest, heeft gepresteerd, dan werken we mee aan een transfer. En dat zou dus ook bij Tagliafico afgelopen zomer al gelden. Uiteraard voor de juiste prijs. En nu dienen zich in de winterstop clubs aan. Hij wordt in verband gebracht zelfs met Barcelona, Napoli,
Marseille is serieus geweest. En er is best wel veel interesse voor Tagliafico. Ja. Alleen, Ten Hag zegt terecht, ik ga vechten om hem te behouden. Hij heeft maar 7 verdedigers. Hij wil Tagliafico niet kwijt. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Martinez die moet nog met Argentinië op pad. Blind is toch niet de jongste speler. Stel je voor dat met een van die twee iets overkomt. Ja, dan heb je Tagliafico waarschijnlijk nodig. Dus Ten Hag wil hem niet kwijt. Maar ook ingegeven door die financiële positie van Ajax, is het voor de clubleiding waarschijnlijk wel een optie om Tagliafico te verkopen. Ik denk dat het echt een Russisch roulette is als je dat doet. Ja. Maar dat zal Ajax moeten beslissen. Maar één rondje doorkomen in de Champions League, en je hebt al die inkomstenderving alweer terugverdiend, zou je ook zeggen. Ja, dus wat dat betreft. Dat is waar. Maar dan heb je ook nog het feit dat je met de speler te maken hebt en de zaakwaarnemer. Gisteren voor de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis heeft Mark Overmars een onderhoud gehad met Ricardo Sleeper. Dat is de, je zou zeggen Duitse, maar in Argentinië wonen veel mensen met een Duitse naam. Hoe zou dat nou komen? Nou zeg, halen we even, dat gaan we niet uittypen. Daar is een andere podcast voor. Ja. Hè? Maar Ricardo Sleeper was gisteren in Amsterdam. Ja. En die heeft een gesprek gehad met Overmars. Ja, en daar werd nog een keer bevestigd wat Ajax natuurlijk ook wel heeft gezien. Tagliafico loopt met de pest in zijn lijf rond bij Ajax. Ja. Wil weg, want hij speelt niet. Ja. Ja, er komt toch een heel groot toernooi aan het einde van dit jaar. Ja. Dus ja, Tagliafico is gewoon heel boos. Wil weg. Mag ik je even onderbreken, Mike? Ik denk dat jij te lang hebt gecompenseerd. Denk je niet? Je bent zo scherp en je hebt zoveel te vertellen, joh. Dat is echt niet te geloven, joh. Pim, dan gaan we nu even 3 minuten naar jou. Nou, dan ga ik maar even naar de stellingen. Komt-ie. Ajax moet hem wel gewoon houden natuurlijk. Ja, gewoon uit zijn contract houden. En de man moet gewoon die komende 4 maanden bij Ajax spelen. Maar, en, Corazon, hè? Corazon. Ja, dat is ook met die Zuid-Amerikanen. Ja. Dat is toch emotie. Ik denk aan het kindje van Alvarez ook. Denkt hij dat ook iedere keer als hij dat salaris weer gestort wordt? Corazon, Bergwijn, even voor de duidelijkheid. Laten we nog een keer over Bergwijn beginnen. Even de stelling. Ja, ik had hem al opgetikt. Bergwijn blijft in Tottenham. Ja. Eens. Mike? Eens. Iataren komt terug op zijn oude niveau. Eens. Eens. Drommel moet uit de basis bij PSV. Oneens. De shirtsponsor van Feyenoord die gaat de Nederlandse markt veroveren. Eens. Ja? Oneens. Oké, en Eredivisie-baas Jan de Jong die moet zich schamen. Eens. Daar gaan we zo meteen nog over door, maar ik wou PSV er even bij pakken. Want ik mag het weer oneens zeggen. Ajax. Mike, ben jij het oneens? Ja. Moet hij zich niet schamen? Nou ja, ik denk zeg een keer wat om niet alleen maar hetzelfde te zeggen als vader. Maar ja. Ik heb zijn column gelezen vanochtend. Oké. Hey, over PSV gesproken. Sahavi is dus teruggekeerd. Dat was natuurlijk toch ook een beetje de onzekerheid. En die gaat wel in de basis staan waarschijnlijk toch tegen Ajax. Ik zou nog niet steeds zeker. Nee, bij PSV zoeken ze nog naar de oplossing om Ajax te bestrijden. Ja. Bij Ajax weten we het allemaal precies, maar bij PSV is het toch nog wel één grote puzzel. Ze missen Vinicius, ze missen Malouweke, Sangaré natuurlijk, Ryan Thomas. Nou ja, oké, Ramallo. Dus zijn wel. Ja, hij heeft tegen Telstra heeft hij meegedaan, heeft hij even gespeeld. Maar dan had hij ook weer zijn traditionele missen. Maar normaal gesproken is hij altijd al voor Smit zijn eerste keuze. Ja. Dus dat zal nu ook wel zijn. Ook omdat Romero natuurlijk ook niet zo'n bijzersterke indruk heeft gemaakt. Nee, die zou ik nooit opstellen tegen Ajax. Nee. En Veerman? Veerman, die zou ik opstellen. Maar ja, ook dat is onduidelijk. En hij heeft vandaag aangegeven dat hij dat ziet als een proces. De komst van Veerman bij PSV betekent niet dat hij direct in de basis staat, maar dat er een heel proces achter zit. Wat is precies het proces dan? Ja, als je dat, dan zouden we Roger Smit een keertje moeten uitnodigen om te vragen wat hij daar precies mee bedoelt. Ja. Maar volgens mij, als jij goed kan voetballen, dan kan je ook met anderen goed voetballen. En dat heeft Joey Veerman wel bewezen. Dus geef hem dan de kans, juist in dit soort wedstrijden. Ja. Want daarvoor probeer je natuurlijk tussentijds te versterken. Want Haller begon toen ook volgens mij meteen in de basis tegen PSV, toch? Nee, of was dat ook... Die viel in. Oh ja, en toen scoorde die? Nee, die gaf wel de bal bij de beslissende goal van Anthony, geloof ik. Maar die viel in, maar die had een hele tijd niet gespeeld. Maar Joey Veerman, die zit gewoon in het ritme van de Eredivisie. Ja, en die kan gewoon goed voetballen. En ja, als je dan of die plaats moet maken voor Marco van Ginkel. Ik begrijp wel, als je met Joey Veerman
En Gutsen samenspeelt, ja, dat kan een probleem zijn. Ja. Ja, dan kan je wel eens overlopen worden op het middenveld. Maar ja, je had die jongen toch niet voor niks naar, naar je club toe. Nee. En proces, ja, een wedstrijd is een wedstrijd. Ja, ja. En als we het over Drommel hebben, dan is toch een beetje een gebed zonder end lijkt het te worden. Want je kan inmiddels een aardige compilatie maken van ongelukkige momenten. Tegen Telstar ging die, had hij een hele goede redding natuurlijk. Maar ja, ging die in eerste instantie ging ook weer in de fout. Ging die ook weer in de fout, ja. Nee, dat kan je zeker. Maar ja, Schmid heeft toch waarschijnlijk zoveel vertrouwen in Drommel. Of hij heeft te weinig tijd gehad in de voorbereiding om bijvoorbeeld Drommel aan de kant te zetten en met Mvoko door te gaan. Maar het is natuurlijk een beetje een kromme situatie. Want je slechtste trainer of je slechtste doelman Drommel van de twee. Die heeft een lang doorlopend contract. En degene die beter is eigenlijk dan Drommel, Mvoko, want dat heeft hij vorig jaar wel bewezen. Want die stond lang niet zoveel ter discussie als Drommel. Ja, die loopt aan het eind van het jaar loopt hij gewoon weer weg. Want die wordt gehuurd. Ja. Dus ik denk dat ze dan toch voor de lange termijn kiezen. Maar ja, dat is ook spelen met vuur. Want hij kost je zomaar een aantal punten zoals in het eerste seizoen zelf. Want ja, dat hij nou echt heel goed uit de winterstop is gekomen, kan je ook niet zeggen als je die wedstrijd tegen Telstar ziet. Was trouwens bij PSV ook nog dat rare verhaal over dat valse rijbewijs, hè, van Madueke. Had jij daar nog iets over gehoord, hoe dat nou allemaal zit? Hij had geloof ik een vals rijbewijs getoond. Ja, valse Engels rijbewijs ook. Ja, geloof ik, ja, heel raar verhaal. Dus wat dat betreft is het bij PSV toch redelijk. Was het twee over. Ja, dat is er ook weer van. Ja, de voorbereidingen. Een hoop tegenslag in de voorbereiding. Denk ik, ja, welke tegenslag dan? En welke voorbereidingen? Eigenlijk is het seizoen bijna in één keer doorgaan. Er is geloof ik 3 weken verschil geweest. Ja. En ze hebben het toch goed gedaan tegen Groningen. Ja, dus, Maaike, 5-0 was natuurlijk de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Maar ik denk dat ze er bij Ajax niet zo op rekenen dat het weer zo gemakkelijk gaat worden. Nee, volgens Erik Haag zijn dit wedstrijden die altijd heel dicht bij elkaar liggen. Kijk. Zijn collega 5-0. Jeroen Kapteins, ja precies. Collega Jeroen Kapteins die bij de Pisco in de Johan Cruijff Arena was. Die zei nou, dat viel de vorige keer dus al dus wel mee. Ja, ja. Dat moest Ten Hag ook wel onderkennen. Alleen, PSV is natuurlijk niet meer het PSV van toen. Die hebben sindsdien volgens mij alles gewonnen. En ja, dat het moeilijker wordt in Eindhoven dan het in Amsterdam werd met het eigen publiek erachter, dat is duidelijk. Ja. Maar wat wel heel aardig is over Drommel, die was ook in beeld bij Ajax. Maar daar hebben ze hem afgetest. Hij werd op het laatste moment, toen hij in de belangstelling stond van PSV, werd hij overigens nog bij Ajax aangeboden. Want diep in zijn hart wilde hij volgens mij liever naar de Johan Cruijff Arena toe. Maar die vonden ze mentaal niet geschikt, ja. En of dit nu achteraf het gelijk is van Ajax, dat zal achteraf blijken. Maar ze vonden hem niet goed genoeg voor de top. Ja. En voorlopig lijkt dat zo. Maar ja, ik vind, je moet zo'n jonge jongen natuurlijk ook wel de kans geven om uiteindelijk zich te laten zien. En dat geldt ook voor Veerman. Om nog even een paar minuutjes te pakken. Nee, ik hou het kort, Pim, hoor. Nee, maar Veerman heeft in de wedstrijd tegen Ajax eigenlijk nooit zijn niveau laten zien. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want het was verreweg de beste voetballer van Heerenveen. Hmm. Alleen tegen Ajax was hij altijd, ja, onzichtbaar of slecht. Dus het zou ook wel leuk zijn om Veerman een keer in zo'n wedstrijd te zien met goede spelers om zich heen. Ja, ik zie hier trouwens in één keer de uitslag van de Boospool. Daar hadden we blijkbaar aan meegedaan. Hoeveel kijkers heeft Boos na 24 uur? 10 miljoen? Ik had gezegd 3,5, maar het zijn er 7,8. Er gaat ook nog een telefoon af hier. Dat is die van jou, denk ik, Valentijn. Oh, Siri gaat zich er ook mee bemoeien. Ja, ja. Huh? En goed, dat is uit 7,8 miljoen views in 24 uur. Daar komen we met onze podcast natuurlijk ook dichtbij in de buurt de laatste tijd. Ja, nu wel weer. Ja, precies, ja. Waar waren we gebleven? Jij had het inderdaad over de verwachtingen van Ajax in de wedstrijd tegen PSV. Nog één ding wat we mee moeten nemen is Iataren. Want er zijn natuurlijk toch heel veel vragen ook over binnengekomen. De kans dat die bij Ajax terecht gaat komen, die is groot. Mike? Ja, dan weet Valentijn meer van dan ik. Denk. Ja. Ik denk het wel. Alleen, er zijn nog wel wat complicaties, denk ik, met Juventus. Maar ja. Ja, denk ik dat Valentijn daar meer over kan zeggen. Dit is wat Mike schetst. Zo is het volgens mij. Zo zit het in elkaar. Ik denk dat het tussen Ajax en Iataren dat zo rond is. Hmm.
Maar ja, je zal ook een akkoord moeten bereiken met Juventus. Ja, ja, en dat is een bedrag van 2 miljoen, hè, wat ze dan... Ja, ja, dat hangt er weer vanaf. Kijk, je weet nooit exact wat de insteek is van de onderhandeling. Is de insteek van de onderhandeling bijvoorbeeld om 1,5 jaar te huren? Of is de insteek om een half jaar te huren en dan te kijken of met een optie tot koop? Of misschien direct over te nemen? Bijvoorbeeld het bedrag wat PSV zou krijgen. PSV krijgt dat bedrag volgens mij pas in 2024. Ja, ja. Dat is een soort uitgestelde betaling voor maar 1,9 miljoen. Wat PSV voor Iataren ontvangt. Ja, misschien neemt Ajax dat wel over. Dat zou ook kunnen. Dat weet ik niet exact. Maar dat is allemaal tussen Ajax en Juventus. En ja, Iataren staat daar natuurlijk in feite buiten. Ja. Maar dat Ajax serieus is, ja, dat is wel gebleken. Want anders had Ten Hag... hij wilde er niet over praten gisteren voor de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Maar dan had hij wel gezegd van... daar klopt helemaal niks nee, van. Nee, nee. Hey, werd vandaag letterlijk aan hem gevraagd. Door een collega van de NOS, of hij, hij wilde er weer niks over zeggen, maar of hij dan wel kon ontkennen dat hij met Iatara had gesproken. Nou ja, hij wilde er helemaal niks over zeggen. Mm. Kijk, dan ontken je het en zeg je, nou, dat is echt totale onzin als dat niet gebeurd zou zijn. Ja. Dus dat is wel degelijk gebeurd. Overigens denk ik ook, kijk, iedereen herinnert zich de goede Iatara van PSV, die ook in beeld kwam bij het Nederlands elftal. Dus Ajax zal zeker een sportief plan met hem hebben. Maar ook dit moet wel natuurlijk in het financiële... Jemig. Gezien. Wat een beperking ineens bij Ajax dat betreft. Niet eens zozeer beperkingen. Maar kijk, Vata heeft het over een bedrag van 1,9 miljoen. Nou ja, misschien dat Juventus het dubbele wil hebben. Of uiteindelijk het dubbele wil hebben. Maar als je een speler met zoveel talent voor zo'n bedrag kunt ophalen. En hem uiteindelijk voor een Donny van der Beek prijs. Of misschien nog meer kunt verkopen. Ja, dan is dat natuurlijk wel het goudmijntje dat je... Mis bij Onana Masraoui. Ken het goudmijn, hè? Ja, ja, nee, dat is Kenzo. Dat is zijn zoon. Die speelt bij AZ. Oh ja. Maar dan maak je zelf eigenlijk ook... Want als het over die financiën gaat... Ik wil het zo meteen nog over Feyenoord hebben. Want die Balemark, die kan zijn opwachting gaan maken tegen NEC uit. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. En ik wou het over de kledingdeal nog hebben. Maar financieel gezien... Zegt Ajax nu van, nou ja, het is toch lastig. Hè? We hebben misschien een te grote broek aan. Of de broekriem moet strakker worden aangehaald. Welke beeldspraak je erop los wil laten. Maar daarom zegt ook Jan de Jong natuurlijk van de Eredivisie. Ja jongens, we moeten die stadions weer opengooien. We moeten publiek hebben. We trekken het niet meer. Ja, heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Natuurlijk, die moeten ook open. Maar die moeten wel open gaan met toestemming van de overheid natuurlijk. Met de toestemming van de burgemeesters, met de lokale driehoek en de landelijke overheid. Nou, die versoepelingen zijn er nu nog niet. Mm. Dus dit weekend zullen we geen publiek zien in het stadion. Maar ik denk dat die versoepelingen er vanzelf komen. Ja. Omdat bezettingsgraad sterk naar beneden gaat wat betreft de ziekenhuizen. Ja. Op de IC en gewoon in de ziekenhuizen. Dus er is tijd voor versoepelingen. En uit Den Haag hoor je al dat soort geluiden. Van de burgemeesters heb je dat soort geluiden al gehoord. Dus ja, ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is dat we dat volgende week te horen krijgen. Of ze helemaal open gaan, zoals bijvoorbeeld in Engeland. Dat betwijfel ik. Maar ja, er zal zeker een handreiking worden gedaan. En Jan de Jong had natuurlijk gezegd, Jan de Jong had gezegd bij Bo ook van ja, als de maatregelen streng blijven, dan gaan we uit de demonstratie de stadions eenmalig opengooien. En daar was jij niet zo over te spreken. Nee, hè? Nou ja, dat is oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En je brengt ook de burgemeesters, hè, waar ze veel mee te maken hebben, die clubs, die breng je in een enorme spagaat. Want die moeten aan de ene kant gewoon het beleid van de landelijke overheid volgen. Nou, die kunnen dus niet zeggen van, wij doen hier vol aan mee. Want dat is in feite staat dat gelijk aan een bepaalde revolte. En aan de andere kant, als zij niet meedoen dan met het openstellen van het stadion, dan moet je er dus een peloton ME'ers voor zetten. Want als je zoals de directeur van Go Ahead Eagles, Jan-Willem van Dop, na 2 of 3 verloren wedstrijdjes in de Adelaarshorst zonder publiek, iedereen wil toelaten en er komen 1000 of 1500 supporters komen erop af. En die bestormen in feite de Adelaarshorst. Nou, dan krijg je natuurlijk een bepaald supportersoproer. Dan krijg je allerlei nevengebeurtenissen die je gewoon niet wil. Nee. Maar wat dat betreft is het wel mooi wat jij schreef in jouw column, hè? De eerste zin, geloof ik.
Ja, de natuur doet zijn werk. De natuur doet zijn werk. Ja, de Omicron. Vond je dat ook niet zo mooi, Mike? Of is Omicron niet geen natuurlijk verschijnsel? Nee, ja, wel of is dat door een Chinees laboratorium ontwikkeld de verschijnsel? De natuur doet zijn werk. Het aantal coronabesmettingen neemt toe, maar de ziekenhuisbezetting neemt af. Dus dat is hartstikke duidelijk in ieder geval. Ja, dus er is ook ruimte om nu te versoepelen. Maar ja, ik vond het ongelooflijk dat ze de overheid zo voor het blok zetten. En ja, ook Jan de Jong, die was dan bij Bo, en daar heb ik vorige keer ook wat over gezegd. Ja, en dan hoor je allerlei, wat zei hij? Ja, iedere week zijn er 8 miljoen mensen bezig met dat betaalde voetbal, geloof ik. Nou ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Dat is gewoon niet zo. Nee. We hebben 3 keer in de finale van de WK gestaan. Ja, wat heeft dat ermee te maken? In mensen die vluchten naar België en Duitsland. Nou, in Duitsland moet je een heel eind rijden. Want alleen in de omgeving van Berlijn zijn toeschouwers toegestaan. De rest van Duitsland niet. En in België waren er ook geen toeschouwers welkom. Dus ja, je kan wel vluchten naar die landen. Maar wat je daar gaat doen, weet ik niet. Hey, je maakt zelf een mooi bruggetje naar het buitenland. Ja. Ik wil nog wel even één ding zeggen. Ja, gooi we eerst James Last er even in. Misschien binnenland, of maakt dat niet uit? Nou, ik moet het wel. Nee, maar dan moet hij zelf aan het eind van zijn zin naar het buitenland. Daar is lekker, hebben we James Last. Ja, hè. Ik probeer toch een beetje dat ritme in die podcast te houden. Want Mike wil zo graag. Jij bent volgens mij een beetje moe, hè? Ik ben dood op. Ja, je bent dood. Ik merk het, ja. Hoe komt Merk je dat? Ja. Het is je bloed heet, man. Ja, dat is ook alweer zo. Ja. Het gaat wel goed met je verder. En voor de rest gaat dat zeker. Goed. Ja, ik heb toevallig een negatieve PCR-test en een negatieve zelftest. Dus PCR. Ja, wat dat betreft. Oké, even buitenland boek. Mike? Ja, nou ja, ik wilde wel even wat zeggen over die stadions. Ja. En we hebben Louis van Gaal en Ronald Koeman met een gouden pik gehad. Maar als ze nu eind januari weer open gaan, dan heeft Erik ten Hag dat natuurlijk ook. Precies. Dan heeft hij Feyenoord uit, Utrecht uit, PSV uit, zonder publiek gehad. En als je alleen tegen AZ heeft hij publiek gemist. En als je van Europa Cup. Ja, het is buitenland. Je krijgt hem gewoon een presteerplaatje. Ik krijg helemaal geen... Geen Jouw niet voorbij, die wil zo graag. Bijna niet te doen. Hey, Frenkie de Jong, wou ik het heel even kort over hebben dan. Want die mocht invallen in het bekerduel tegen Atletiek Club. Of Club de Bilbao, hoe noem je dat ook alweer? Spaanse media, vernietigend. Ja, hij speelde ook niet goed. Nee. Ik ben benieuwd hoeveel vertrouwen Xavi nou eigenlijk werkelijk in Frenkie de Jong heeft. En dat lijkt er al niet bijster veel, want er kwamen wat mensen terug. En degene die geslachtofferd werd was Frenkie de Jong. Maar volgens mij was hij de vorige keer ook wel geblesseerd. Dus daar zou het ook nog wel mee te maken hebben. Ja, maar het is niet hebben. Dat Koeman zet hem altijd als eerste op het formulier ongeveer. En dat is niet meer zo bij Xavi. Nee, dat is duidelijk niet het geval. Maar jij hebt hier telkens verkondigd dat je zo onder de indruk was van het tiki-taki voetbal onder Xavi. Ja. Maar ondertussen vallen de resultaten vies tegen. Kijk hem lachen, zeg. Ongehoord. Ja, mensen kunnen dat natuurlijk niet zien. Iedereen is een beetje moe behalve. Nee, maar kijk, zoals Koeman, die heeft 1,5 jaar de tijd gekregen. Dus ik gun Xavi ook zeker wel wat tijd. En dramatisch was natuurlijk weer het invallen en het uitvallen van Ansu Fati. Ja. Die natuurlijk wel een verschil kan maken. Maar het zag er gisteren niet best uit tegen Atletico. Nee. Wow. En wat ik ook altijd doe, dat is ook een beetje een guilty pleasure, weet ik niet. Maar altijd bij de wedstrijden van Manchester United kijken hoeveel minuten Donny van de Beek heeft gemaakt. Je ziet hem altijd heel trouw op de bank zitten. Dan zie ik zo die wissels. En noem jij guilty pleasure? Bijna wel, ja. Dat is onschuldig vergeleken met wat er in, enzovoort. Maar, Mike, wanneer gaat hij nou, die Van der Beek? Want hij moet nu toch wel die move maken, lijkt mij. Ja, dat is de grote vraag. Hij heeft nog een week de tijd. In de vorige transferperiode kon hij op het laatste moment naar Everton. Maar dat was onder zijn vorige zaakwaarnemer. Dus Ali Dursun, die moet de laatste week zijn best doen. Tenzij Donny van der Beek ervoor kiest om gewoon zijn centen te pakken. Ja. En wel bij United te blijven. Want ja, dat hij een stap terug moet in salaris, dat is normaal gesproken wel redelijk. Maar toch niet als hij verhuurd wordt, Mike. Hij kan zich dan laten verhuren. En ik ben geen voorstander om te gaan voetballen bij Manchester of bij Newcastle United vanwege wat daar in de leiding zit. En als dat zijn overweging is om niet te kiezen voor Newcastle United, nou, dan kan ik dat alleen maar waarderen. Ja.
Maar anders had dat natuurlijk wel een prima club geweest om daar de tweede seizoenshelft te spelen. Ja, en dan kan je zeggen, ja, dan kan je degraderen. Ja, Wijnaldum is ook gedegradeerd met Newcastle. En die maakte vervolgens de overstap naar Liverpool, waar die alles gewonnen heeft wat te winnen valt. Ja, ja, ja. Ik zat te denken, misschien is het ook wel leuk om het af en toe eens te hebben in het buitenlandblok over spelers die... Die we niet kennen. Of die het heel goed doen. Ik zag net Rosario, die is heel goed bezig, hè, bij Nice, naar ik meen. Ja. Maar weet je wie er ook goed bezig is, Mike? Geen idee. Lisandro Magajan bij Anderlecht. Ja, dat is... Die staat daar gewoon in de basis, joh. Maar dan ben je al goed bezig. Op het moment dat je in de basis staat, dan ben je al goed bezig. Nou ja, heb je gezien waar Anderlecht staat in de competitie? Ja, dat is ook alweer zo. Maar hij heeft, ik begreep dat er zelfs een koopoptie is of zo, geloof ik, voor 5 miljoen euro of iets. Ja, precies. En Pim heeft zich waarschijnlijk te lang en te druk bezig gehouden met de Voice. Maar Vincent Kompany was heel lovend over Magaljan. Ja. En misschien dat er uiteindelijk toch uitkomt wat sommige mensen in hem hebben gezien in de scouting van Ajax. Die werden heel lang voor gek versleten. Maar kennelijk doet hij het in Brussel heel goed. Moet je zeggen dat ik niet alle wedstrijden van Anderlecht zie. Sterker nog, bijna geen wedstrijden van Anderlecht zie. Dus ik kan daar geen gezinnig woord over zeggen. Oké, maar het Belgisch voetbal is natuurlijk wel weer leuk. Nu Schreuder daar ook aan het roeren staat bij Club Brugge. Ja. Dus wat dat betreft, is er nog iets in het buitenland, jongens, dat jullie wel aanraken? Want anders zou ik nog heel veel Feyenoord meenemen tot slot aan deze podcast. Nee, ik volg mij niet. Nee. Oké, iets uit Curaçao nog wat is opgevallen? Nou, die foto's van Mike. Mike, ik zag wel heel vaak dat resort waar jij... heb jij daar soms een upgrade gekregen? Of heb je daar voor niks gezeten? Want heb je wel betaald voor Instagram en... Die vraag die kreeg ik inderdaad, maar ik heb gewoon keurig betaald. Oké. Nee, net weer. Maar ik verwacht nog... Nee. Dat gaat niet. Nee, want anders, anders ga ik ook Instagrammen. Best, ja, maar wij zijn best bereid om daar naartoe te gaan, hoor. En dan even wat te delen, toch? Als we gratis op Curaçao kunnen zitten, lijkt ons hartstikke... Maar ze wilden de vlucht ook betalen. Waar zou je dan... Ik kreeg wel de vraag of ik een bankrekening wilde open bij ING. Maar dat was de broer van Pim die maar als jij zo'n snoepreisje aangeboden zou krijgen, Valentijn, waar zou je, en die is helemaal gratis, waar zou je dan heen willen? Nou, als ik een gratis snoepreis... Stel dat er Corendon of zo, die zeggen... Valentijn, hier heb je een blanco cheque. Als je drie... iets, je hebt helemaal geen social media accounts, dus een beetje een probleem. Maar je moet even 5 berichtjes delen en dan krijg je die reis van ons. Wat zou zij dan naartoe willen? Steek het maar in je reet. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar wij moeten alles boven de 50 euro melden, Pim. Ik weet niet hoe de video is en bij podcast. Maar... Nou, ik had laatst wel had ik een kop koffie gedeclareerd en daar moest ik wat vragen over beantwoorden. Van waarom ik die kop koffie dan wel of niet had. Kopje koffie. Ja, die had je gedeclareerd. Dat boek, geloof ik. Maar goed, ja, was dat ook niet doen als je aan het compenseren bent, Pim. Nee, dat is ook zo. Was misschien ook... Nou ja, dat geheel terzijde. Jongens, Feyenoord nog heel even. Want ze moeten tegen NEC uit. En wat natuurlijk leuk is, is dat er veel Die moeten wel die punten gaan pakken. Want anders lopen een van de twee, Ajax of PSV, loopt weer verder uit. Ja. Ja. En we waren zo blij dat het een free horse race zou worden dit jaar. En dan zou het in twee wedstrijden al zijn gereduceerd tot een two horse race. En dat wil je natuurlijk niet, want... Het deed natuurlijk wel wat met de Eredivisie. Ja, dat Feyenoord zo goed presteren. Ja, en wat dat betreft was natuurlijk die nederlaag tegen Vitesse hartstikke zonde. Maar er is veel beweging. Ze hebben natuurlijk die Cole Bassett binnengehaald. Ja. Nou, daar verwacht Slot best wel wat van in de toekomst. Maar Walemark moet een versterking direct zijn, denk ik ook hard nodig. Die schijnt al bij de selectie te zitten voor de wedstrijd tegen NEC. Ja, ik heb vorige week Jahan Baks gezien. En dan denk ik dat Walemark op één been zelfs beter is dan Jahan Baks. Want die bakte er echt heel weinig van. Ja. Jan Bak. Dat is een telegraafkop. Jan Bak er weinig van. Normaal ben ik helemaal niet zo. Maar maar als het dat een versterking is. En die jongen die ontwikkelt zich door. Die heeft zich wel razendsnel in Zweden ontwikkeld. Maar dat zegt natuurlijk op zich niet alles. En dan lees je natuurlijk heel veel Hosanna-verhalen. Maar dat lees je altijd bij Feyenoorders die komen. En het zijn allemaal geweldige spelers. Niet alleen bij Feyenoorders die komen natuurlijk. Nee, maar ze maken het zo weinig waar dat ze ook voor serieus geld daarna verkocht worden. Ja. Hetzelfde natuurlijk met Senesi. Dat was, die zou ook voor 20, 30 miljoen weggaan. En Argentijnse international worden, zover is het allemaal nog niet. Nee. En hij loopt hier natuurlijk al een tijdje rond. Ja, kijk, ik hoop dat ze er veel geld voor krijgen. En het is niet te hopen dat die Walemark ook
tot die categorie gaat horen. Nee. Stond hij ook op het scoutingslijstje van AZ? Dat denk ik ook. Ja, daar hadden we het bij de vorige podcast inderdaad eventjes even over gehad. Hoe dat daar van AZ wordt. Nou, die Amerikaan valt ook niet uit te sluiten natuurlijk. Die Cole Bassett, nee. Nee. Maar nee, wat wel... Dat zal toch wel via de nieuwe algemeen directeur komen, denk ik. Die daar weer even rondgelopen. Ja, misschien Arne Slot met Billy Bean. Nou ja, goed, wie weet wordt dat nog eens duidelijk. Als het gaat over die... Ik moet gewoon even zoeken naar dat kledingmerk, joh. Castore. Producer Heijn, hoe heet dat? Castore. 2023, dan weten we het echt wel. Ja, kledingsponsor van Newcastle en ook van Rangers FC. Dat is misschien wel sponsor van de dingen, misschien wel aardig. Van de podcast, maar ja. Zou Cavallaro dat goed vinden, denk je? Ja, maar die heb ik nog niet toegehaald, toch? Of wel? Nou, weet ik niet. Nee, Marieke zou jij in een Castore trainingspakje willen zitten hier? Ik kom er maandag op terug en dan zou ik even kijken waar Newcastle in loopt en Glasgow Rangers. Maar ze richten zich natuurlijk op mensen met een enorme achterban. Dus wat dat betreft zijn ze bij ons aan het goede adres. Maar ze hebben 50 miljoen. Ja. Geboden, of dat is de deal tot 2029. Toch even de koppeling naar Ajax, omdat Mike daar natuurlijk veel van af weet. Maar dat is toch voor Nederlandse begrippen sowieso een heel hoog bedrag. Ja, zeker. Zeker. Adidas betaalt ook een enorme bak geld aan Ajax. Maar dit zijn wel serieuze bedragen. Ja. Maar dit is dan een kledingsponsor die ook tegelijk hoofdsponsor is. Kijk, dat is het truc bij Ajax. Die hebben een kledingsponsor die ook die bak geld betaalt. Maar die hebben daarnaast ook nog een hoofdsponsor. Ja. Die nog meer betaalt. Dus, en bij Castore gaat het met droomparken dan combineren? Of, ja, dat denk ik haast. Ik weet niet precies wat daar de bedoeling van is. Maar voor Feyenoord is het natuurlijk een enorm bedrag. En voor die mensen is het wel uit marketing technisch oogpunt is het natuurlijk een hele slimme zet. Want je bent totaal onbekend op de Nederlandse markt. Ja, en dat is een halfjaartje Feyenoord. En naamsbekendheid ligt tegen de 100% aan. En dan gaan die Castore shirts met Walemark op de achtergrond. Die achterkant, die gaan natuurlijk als een dolle verkopen. Hier in Nederland. De nieuwe Messi, las ik ergens. Wie weet. Ja. Ik ga rustig naar een afronding toe, jongens. Maar ik geef jullie nog wel voor de kans. Ja, Mike, wil je nog wat kwijt? Want je hebt ons natuurlijk enorm gemist. Nou, dat niet. Maar ik weet niet of er nog vragen zijn, Pim. Want... Nee, we hebben de belangrijkste wel behandeld. Nou ja, goed, één punt wat misschien nog heel even aardig is om mee te nemen. Is dat natuurlijk, er wordt omschreven dat Ten Hag bij Utrecht moeilijke jongens op het rechte pad heeft gekregen. En iemand die zegt van ja, moeten we niet iets nuchterder zijn met die mythevorming rondom Ten Hag. En het weer op het rechte pad krijgen van dit soort spelers. Valentijn, wat vind jij? Nou, er zullen ook ongetwijfeld spelers zijn die naar Utrecht heeft gehad. Lasse, Old Cheek. En, ja, Jeroen had Jeroen Kaptein. David. En dat is niet gelukt. Het ligt toch voornamelijk aan de speler zelf. Ja. Dat ben ik wel met iedereen eens. Dat je het moet uit de speler komen. En de trainer kan helpen. Maar als het bij de speler er niet in zit, dan komt het er niet uit ook. Het is natuurlijk ook wel een dingetje. Kijk. Ik vind het mooi hoor dat ze het gaan proberen met Iataren. Maar de jeugdopleiding van Ajax staat natuurlijk ook wel voor bepaalde normen en waarden. En hij heeft natuurlijk de afgelopen tijd niet echt als een prof geleefd. Dus je moet ook wel heel erg oppassen van wat voor signaal is nou ook naar mijn jeugdopleiding. Maar ja, halen we dan iemand binnen die gewoon een tijdje geleden nog zoveel kilo te zwaar was. En die eigenlijk bij PSV, wat je van de verhalen hoort, toch ook wel zich vervelend heeft gedragen. Ja, nogmaals, ik vind het heel mooi. Ik snap ook dat Ten Hag het als uitdaging ziet in... Die heeft een gesprek met hem gevoerd. En die zal het heilige vuur hebben ontwaard. Want anders dan haal je hem niet binnen. Maar ja, je moet wel oppassen met dit soort dingen. Je moet het ook niet te vaak doen, denk ik. Ik ben wel blij dat het wordt opgepakt. Hè? Dat hij wordt opgepakt. Want ja, zo'n groot talent zou doodzonde zijn als niet alles in het werk wordt gesteld. Om het uiteindelijk toch te doen slagen. Hè? En dat hij uiteindelijk terugkomt op het niveau wat hij had bij PSV. En op een nog hoger niveau dan bij PSV. Ja. Willen jullie nog een verklaring van John de Mol horen tot slot? Want die heeft net gereageerd. Ja. Ja, Laren, 21 januari 2022. Gisteravond ben ik me rot geschrokken van alle reacties op het beantwoorden van de vragen bij Boos. Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel overschrijdend gedrag. Vanmorgen werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant. In het AD was dat. Hè. Daarna
Direct daarna ben ik in gesprek gegaan met een aantal vrouwen uit het bedrijf die achter deze advertentie staan om deze boosheid en teleurstelling te begrijpen. Ik heb geluisterd en ik begrijp nu dat in tegenstelling tot mijn goede intentie ik voorbij gegaan ben aan het feit dat ik daarmee volledig onbedoeld de indruk heb gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen. Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan. Willen jullie nog meer horen? Het is wel interessant, hè? Ik reken het mezelf aan. Ik wil er wel wat over zeggen. Ja. Kijk, ik bedoel, je noemt terecht het AD waar die advertentie in stond. Maar als je in onze eigen blaad had gekeken, van het Noord-Hollands Dagblad tot, was je hem ook tegengekomen. Maar. Oké. Nou ja, conclusie, hij gaat er echt mee aan de gang. En is ook ingaan op een uitnodiging van de staatssecretaris Cultuur en Media om hierover in gesprek te gaan. John de Mol. Zullen we met deze woorden de podcast beëindigen? Goed idee. Ik zeg heren, dank en heel graag tot snel in de studio, Mike. Ja, tot snel, jongens. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.